Ja, het is een roman. Hè? Dat, is, uh, dat is duidelijk. Uh, het is een roman die gaat. Uh, eigenlijk over de, de ondergang van de wereld. Maar. Uh, om dat niet uh, geleerd te maken. en omdat ik ook helemaal geen geleerde ben. Hè, uh, maak ik een roman. Dus een verhaal met personages. Uh, waarin. Het, uh, dat ondergangsgevoel duidelijk voelbaar moet worden gemaakt, dat is wat ik gemaakt heb. Als je het nu, als je daarop inzoomt, dan heb je dus het verhaal van een, uh, een rustend boekhandelaar, uh, die uh, uh, drie zoons heeft, die uh, ook allebei uh, twee zoons hebben, uh, de oudste die heeft de boekhandel overgenomen tegen het advies van een vader in, want hij zei die boek, boekenwereld dat is... Wat moet je nog met een boekhandel? Dat is afgelopen, hè? En, maar die jongen die heeft ideeën, die wil uh, wat kleiner, die wil daar een... Uh, ja, een een, een ruimte waar je dus koffie kan drinken en een krant kan lezen. En hij wil er ook nog een antiquariaatje aan en zo. Dat in, in, een... in Nederland noemen we dat beleving. Beleving. <laughs> heeft dat, heeft dat, uh, uh, dat plan, of hij is daarmee bezig. En uh, uh, in het leven van de boekhandelaar Bram, uh, Bram de Landsheer. Uh, is er zo één kleinigheid die, die steekt? Want hij is eigenlijk nogal tevreden over de gang van zaken. Uh, en dat is namelijk dat hij geen uh, vrouwelijke nakomeling heeft nagelaten. Geen hm. dochter, geen kleindochter. Uh, allemaal zoons. Ja. En die uh, hebben op hun beurt ook nog eens allemaal zoons. Dus hij zit in de jongens tot en met. En, uh, nou, niet dat hem dat uh, een trauma heeft opgeleverd of zo, maar hij vindt dat toch uh, bij wijlen een, uh, ja, jammer. Want hij zegt van, ja, dan was het leven zo compleet geweest. Hè, ik ben er, uh, ik plant mij voort, in tweevoud. Hè, de ene kan zich laten voortplanten, en de andere is klaar om de voortplanting van een ander... Te verzekeren. Te ja. Ja, en uh, dan komt hij op een dag op een uh, receptie van een schilderijtentoonstelling en een uh, oude jeugdvriend tegen, die is net zo oud als hij, en die heeft een jonge vrouw aan zijn zij, en hij denkt: Godverdorie, vroeger was dat al zo'n een, uh, een vrouwenjager, maar die is daar op een gegeven moment echt mee gestopt en hij dacht, zou hij hervallen zijn in die oude kwaal? En die man die zegt tegen hem, wat vind je ervan? En uh, Bram kijkt en zegt, ja, een goede smaak heeft het jou nooit ontbroken, maar... Uh, uh, mijn dochter. Dus het bleek dat die jeugdvriend op latere leeftijd getrouwd was en dat hij dus een dochter had die nu zo'n twintig jaar oud was. En Bram rekent daarna, godverdorie, dat is precies dezelfde leeftijd als die van mijn oudste kleinzoon. En dan begint hij zo, ja, te spinnen. En hij denkt, van, als we die twee nu eens aan elkaar zouden koppelen, dan komt er misschien nog een achterkleindochter. En hij uh, weet met die uh, jeugdvriend, ja die eigenlijk ook hoopt dat hij nog een kleinkind zal zien, hè, weet hij een, een soort uh, complot uh, te regelen. Hè, om, ze, te, om ze bij elkaar te brengen? Om ze bij elkaar te brengen. Uh, nou, het klinkt een beetje als een policier op die manier, maar dat is het natuurlijk niet. Nee, maar dat staat ergens voor, neem ik aan. Uh, ja, um, Waar staat het voor? Ja, u, zegt, u zegt het is eigenlijk een boek over de ondergang van de wereld. Ja, 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 ja. ja want. Uh, het, het, het pakt helemaal anders uit dan de, dan de heren verwachten. Hè. Uh, het boek heet niet toevallig De Vreemdelingen. Uh, dat uh, is een allusie op Camus, de vreemdeling. Ja, uh, die het leven absurd vond. En, uh, ja, kort gezegd, eigenlijk zei van, ja, eigenlijk zouden wij zelfmoord moeten, uh, moeten plegen. Want wij weten, uh, wij zijn de enige soort die weet dat ze uh, doodgaat. En waarom zouden wij die ellende op ons nemen? De, dat heeft geen zin. Hè? Dus, uh, nou, die... Uh, dat, dat, dat meisje, die Tess heet ze, is heel intelligent en is al heel snel in aanraking gekomen met de dood, met een dood katje. En uh, die wil in elk geval, dat, dat klopt wel met, met, klikt wel met met uh, de zoon, uh, Dries zoals ze heet. Uh, ze wordt er zelfs razend verliefd op, maar ze wil absoluut geen kinderen. Want er is een jeugdervaring die haar heel vroeg ja. van overtuigd heeft ja. dat het leven totaal zinloos dat is. Dat het zinloos is, En ja. dat je het eigenlijk ook vrij na ook niet zou hoeven leven. Nee, precies, want het, het is een vergiftigd geschenk. Hè. Als je iemand het leven schenkt, schenk je hem tegelijkertijd zijn dood mee. Hm? En ze zegt van, ja, kijk, je kunt nu wel zoals Camus zeggen van, ja, goed, maar we moeten daartegen in opstand komen. Uh, we moeten niet uh, door de knieën gaan, we moeten leven. Uh, zegt ja, nee, dan vind ik dat je een stap verder moet zetten. Hm? En dat je dus ja, moet zeggen, het moet stoppen daarmee. Hm? Want je veroorzaakt alleen maar lijden. Je veroorzaakt telkens nog meer doorgegeven lijden. Precies, ja, 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 ja. daar gaat het om. Op. Wat opvalt aan het boek is dat het, het, er valt heel veel op, maar dat, mij viel in ieder geval twee dingen op. Dat is dit personage dat u beschrijft. Okay. Dat uh, besluit om niet uh, 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 lief te hebben, zich niet te verenigen, geen seks te hebben, zich niet voor te planten. Echt als een. Nou ja, als een soort van programma, bijna een politiek programma. Hmm. Dat is één. En daartegenover uh, een, een, de, de, de hoofdpersoon door wiens ogen we het verhaal be uh, beleven, een oude man. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, die, die oude man. Uh, nou, eh, toen ik het uh, aanzette, dacht ik van kijk, laat ik het eens bekijken vanuit de ogen van een oude man. Want dat zien we niet zo heel vaak, denk ik. Nee, en dat, de... dat is er de reden van, hè? dus de doorsnee roman gaat over uh, mensen die in het actieve leven staan, dat of, of nog jonger, hè? dat kunnen kinderen zijn, hè? dat kunnen jeugdherinneringen zijn, dat kunnen uh, schoolgaande jongeren zijn dat kunnen... Uh, de doorsnee ja. roman gaat over verwachtingen. Over verwachtingen en uh, mensen die streven naar. Maar deze uh, over oudere mensen, die kom je ook wel tegen in romans en films en zo. Maar die krijgen meestal een, 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 een rol in de rand. Uh, zoals in het theater vroeger iemand een brief mocht opbrengen, zal ik zeggen. En dan weer naar huis mocht gaan. Die... Uh, dus ja, die, die, die maken zich nuttig. Hè. Zo, dat is, uh, maar, of het gaat ook wel over uh, oude mensen die dan erg ziek zijn, of, uh, of nog eens een hele geweldige krachttoer uithalen, zoals Hemingway, die Old Man and the Sea, die met zijn boot uh, de zee ingaat en dan weer terugkomt met een geweldige vis om, om zichzelf te bewijzen van. Ik kan het nog... Zijn viriliteit. Ja, zijn vis wordt dan helaas nog wel opgevreten door de haaien, maar dat terzijde. Hij heeft hem in elk geval gevangen. Dat soort van dingen, heel uitzonderlijke bejaarden, die komen nog wel eens voor in, in romans. Terwijl in uw boek zien we een, een, een tevreden, bedaarde meneer die onderweg is ja. op een kalme manier naar het einde. Ja. Precies, dus hij uh, had helemaal, zo begint het boek ook, helemaal geen reden om uh, ja, ontevreden om, om, om te zijn over zijn leven. Hè. Dus, uh, het is allemaal goed, goed gelopen met die jongens ook, uh, het zit, zit allemaal goed. Twee ervan mochten wel wat dichterbij wonen, maar die ene die, die woont ja, vlakbij en uh, die geeft hem eigenlijk nog, nog een beetje werk in die boekhandel zodat. Ja, zodat hij niet zit te verkommeren bij een potplantje aan, 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 aan het raam of zo. Hè. Hij heeft eigenlijk alles waarmee je aangenaam oud zou kunnen ja. worden. Ja, en hij is, gezond. hij is gezond. En toch is er iets: uh, ja. Uh, het, 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 het leven bestaat uit generaties. Uh, oude mensen. Uh, groeien op met generatiegenoten. En dan. Uh, hebben ze het gevoel ook dat ze. aan... aan aan de kant worden gezet. Hm? Zo van, uh, ze willen nog wel eens luisteren naar wat je te vertellen hebt, maar het, het heeft niks met, met slechte karakters of zo te maken, maar gewoon met de evolutie. Uh, vertel aan je kleinkinderen, als je mijn leeftijd hebt, uh, iets over de Beatles hm? en je zet hun muziek op, dan zullen ze dat in het beste geval aardige muziek vinden. Maar wat ze niet meekrijgen is natuurlijk die fantastische sfeer uit de jaren zestig. Hm? Waarvan ik altijd zeg dat ik iedereen zijn jaren zestig toewens in zijn leven. Dat was een hele korte, maar hele leuke uh, periode. En die kleinkinderen tonen minzaam belangstelling. Ja, die, op zijn best. best. Maar. Je kunt ze dat ook niet eh, kwalijk nemen. Dat, eh, want, want zij zitten met hun eigen wereld. Hè. Zij, zij komen binnen met iPods en iPads. En eh, weet ik veel waar je aan mijzelf zelf eh, geen benul van hebt. Dan moet je goed, goed oppassen dat je dus niet eh, eh, vervalt in, in je zeur. Hè. Dat je zegt van goh, vroeger was het allemaal beter. En nu, tegenwoordig. Want schrijft u in dit boek over uw eigen levensgevoel? Uh, ja, een, ja, uh, ja dat, dat is zo. Uh, kijk, je kan je een, een, een geruime tijd uh, wijsmaken dat je, dus, nog jong bent voor je leeftijd. Uh, en er nog goed uitziet en dit. En dat, maar niettemin word je ouder. Uh. En dan op een gegeven ogenblik. Uh, is het ouder worden afgelopen, dan ben je gewoon oud. Mm -hmm. En uh, nou, uh, ik word uh, binnenkort 74. Ik ga dus mijn 75ste levensjaar in. Gemiddelde leeftijd van de man bij ons is 80 jaar. Dat betekent dat je dan nog zo'n 5 jaar te gaan hebt. En dan is nog zeer de vraag in welke conditie. Hm? Uh, ja, en toen begon ik, uh, ja, dat was een beetje een, 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 een kwaie periode. Uh, in één keer moest ik van alles herschikken, van ik dacht van God, ik heb hier dus ik weet niet hoeveel boeken zitten. En ik heb er daar heel veel van gelezen, maar ook heel veel niet van gelezen. Dus uh, wat wil ik nog lezen? Je moet je plannen gaan wijzigen. En uh, nou, dat is iets wat... Uh, ja, je weet bijvoorbeeld, kijk, ik had dat nog willen doen in mijn leven. Ik had dat nog willen doen. Je vraagt je ook af als je generatiegenoten ontmoet, telkens wanneer je dus afscheid neemt, van hebben wij elkaar voor het laatst gezien? Hm? Want ik heb vorig jaar drie uh, jeugdvrienden, uh, begraven. Eentje was mijn beste maatje uit de lagere school. Uh, het jaar voordien heb ik er ook drie begraven op één week tijd. Dus op een dag uh, hangt mijn doodsbericht uit en de, de, de overige die begraven mij dan. Dus dat is een realiteit die je in, en, en daar gaat dat boek eigenlijk ook over, uh. Je moet dat in de ogen durven kijken. Je maar moet maar kennelijk kijken. is het zo dat u lang geleefd hebt met, met, en dat hebben heel veel mensen natuurlijk, met de illusie van onsterfelijkheid. Mij gaat dat niet overkomen. N niet zo van de, de naïeve zekerheid van mij gaat dat niet overkomen, maar dat heet, is nog ver af. Het heeft zijn tijd. Ja. En, en hebt u een herinnering aan de dag waarop u dat overviel, plotseling? Ja, ik heb die dag nu niet genoteerd, moet ik zeggen, of gedateerd. <coughs> maar, maar kunt uh, u het in de tijd plaatsen? Um, ja, dat is toch een. Uh, uh, het, 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 het was. Ik denk vorig jaar in de winter, denk ik. Dan heb je dan al die donkere dagen, en dat, dat, dat is al zoiets sombers, wat een mens vanzelf al uh, uh, soms stemt. Hè? Dus, uh, maar dat is eigenlijk heel recent. Dat is eigenlijk heel recent. Dus ja. Je hebt eigenlijk heel lang kans gezien om die illusie levend te houden: van ik heb de tijd. Uh, ik heb daar geen, geen, geen moeite voor gedaan, maar, maar het is zo gelopen, ja. ja, 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 ja. Alsof ik. Alsof ik ik wist wel, ja, ik ga al die boeken niet kunnen lezen, maar ik had de intentie om ze allemaal te lezen. En was er een aanleiding? Uh... Goh, nee, geen, geen, geen. Het bezocht u op een dag? Het bezocht mij op een dag, ja. Ja, het was geen bijzondere, geen bijzondere aanleiding. Uh, zelfs niet toen ik uh, die, 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 die andere mensen. Ik ben gaan begraven. Hè? Dus uh, dan nog was het ja. Jammer, maar. Hè? En is dan, laat ik het maar gewoon hoogdravend zeggen, is dit boek een aanklacht tegen het leven? Wel, een, een aanklacht tegen. Het, ik ben gaan onderzoeken eigenlijk van. Ja, wat is dat eigenlijk, dat leven? Hè? En dan uh, kwam ik tot de vaststelling van: ja, kijk, dit is een, 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 een vergissing. Het is een vergissing uh, van de kosmos. Dus uh, al wat je in de kosmos uh, hebt, dat uh, vertoont stabiliteit, hè. behalve uh, het, het organische, het leven uh, en het menselijk leven is daar nog uh, iets heel aparts. Uh, dat kan zich maar in stand houden door zich voortdurend te reproduceren. Want eenmaal dat het zich heeft voortgeplant, is zijn functie eigenlijk afgelopen. Het moet nog wel zorgen dat die kindjes de leeftijd bereiken dat ze zichzelf weer kunnen voortplanten. Maar dan uh, is een mens eigenlijk genetisch gesproken volstrekt overbodig geworden. En uh, wij leven steeds langer. Hè? Vroeger was dat ja, op je 35ste. Uh, hè? Vroeger had je twee generaties: hè? de ouders en de kinderen. Vandaag heb je er vier. Hè? Dat zijn vier verschillende werelden: sneetjes, plakjes van een salami. Hè? Uh, hoe communiceert dat met elkaar? Dat zijn hele nieuwe problemen eigenlijk. En dat ja, uh, dan vraag je je af, kijk, dat leven. Ik krijg wel eens mensen van, van Jehovah aan mijn deur. Hè. En die zeggen dan. Uh, ja, ach, ik laat ze dan even praten, want ze komen van zover. En ik zeg dan, uh, dan zeggen ze me. Kijkt u wel eens met, uh, met zo'n heldere nacht naar de sterrenhemel. Huh? En dan. Uh, en. Uh, ja, zeg ik, ja, dat is prachtig. Hè? En wie denkt u dat dat gemaakt heeft? Zeg ik, ik heb er geen idee van. Maar denkt u dat degene die dat gemaakt heeft, zich ook maar iets aantrekt van ons, hier, van ons gedrieën op de stoep. Hm? Want we zijn met 7 miljard mensen op de wereld. Zegt, dan heeft hij wel werk. En hoeveel planeten met leven zijn er zo nog? Hm? Dus. Dat gesprek is dan uh, gauw gedaan. <laughs> en is het schrijven van zo'n boek uh, voor u een troost of is het afleiding? Uh, ja, er zijn maar. Dat heb ik ook eens, eens gezegd. Van, kijk, er zijn dus in het leven met andere woorden maar twee dingen: uh, de activiteiten van een mens die, voor, die gericht zijn op die voortplanting, op die reproductie, de hele tijd. En de rest, omdat wij een bewustzijn hebben hè, uh, en dus ook angst hebben voor de dood, hè, doen wij een hoop andere dingen. Maar je kan die volgens mij allemaal op een rijtje zetten. Dat kan gaan van. van, van ja, feesten, uh, sporten, uh, of heel hard studeren, of weet ik wat allemaal. Middelengebruik. Al wat je wil. Het, dat, is allemaal een, een, uh, dat zijn allemaal methodes om te ontsnappen aan de doodsgedachte. Je bent daar mee bezig en... Pas op, dat is het, wat wij noemen het leven. En dat, daar zijn heel nuttige dingen bij. Want zo, ja, we zitten daarmee met dat leven. We hebben het zelf niet gevraagd, maar we zitten er wel mee. En we gaan er van houden. Dat is het erge. We gaan er nog van houden ook nog. En dus zijn er mensen die zich bezighouden met het ordenen van het leven. Heel goed, met het opleiden. Heel goed, dat is allemaal. Het, ja, oké. Okay. En de kwaliteit ervan te verbeteren. Dat is allemaal prima. Maar in zijn geheel blijft het een tragedie natuurlijk. Want ze leidt tot het niets. Maar ik probeer u eigenlijk via een omweg natuurlijk te vragen naar de functie van het schrijven. Biedt het u troost? Leidt het u af? Maar het, 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 slaat u ermee terug? Ik, uh, het, het, het schrijven ontsnapt niet aan die reeks van bezigheden. Daar ben ik mij van bewust. Ik, uh, ook het schrijven zinloos. Uh, ja, 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 dus in, in dat grote verband hè, gaat het schrijven niks veranderen aan uh, de gang van zaken. Wij gaan ons niet. Uh, we kunnen wel de illusie hebben dat we ons onsterfelijk schrijven, <laughs> maar dat. Uh, aan het eind zal niemand daar rekening mee houden, natuurlijk. Toch zijn in dit boek beide standpunten, of, of beide invalshoeken vertegenwoordigend. Er is de jonge vrouw die. Die, die dat leven totaal zinloos is mm, mm. En het niet wil leven. En er is de oude man die hoopt op de voortplanting. en denkt: Ja, uh, ja, 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 mis, ja, ja. Misschien, dat, misschien komen we toch ergens uit. Dat is dat de paradox ervan, natuurlijk. Ja. Dat is de, die, 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 uh, die oude man uh, uh, eigenlijk ja, een soort jeugdig verlangen heeft. terwijl de jonge vrouw. Uh, een inzicht meent te hebben uh, wat, wat, wat heel uh, donker is. Hè. Maar identificeert u zich met een van beide? Uh, nee, nee zover zo ga ik nu ook weer niet. Hè. Dus uh, ik, ik zet ze gewoon tegen, tegenover elkaar. Want kijk, er is een herenclubje in, in het boek. Hè. De Koninklijke Kamer voor uh, uh, Consideratie en Reflectie heet ze. Hè. En dat zijn, uh, ja oude mannen, verkeren in, in goede gezondheid, die komen eens één keer in de maand komen die samen en die vergaderen. Nou, hun, het beginritueel van hun vergadering wijst er al op dat, het eigenlijk, dat er in die mannen ook nog een jongetje verscholen zit. En dan gaan ze over tot het verbeteren van de wereld. Ja. Maar. Dat, dat, dat heb je ook. Dat is nog altijd niet dood. Want anders zaten ze daar niet. Maar hoe komt het dat u zich niet identificeert met een van die beide invalshoeken? Uh, ja, omdat ik daar. Ja, wat zal ik zeggen. Misschien ben ik daar voorbij. Hè? Voorbij. Ja, misschien ben ik daar voorbij. Van, van, uh, ik vind het allebei goed. Uh, maar ik weet. Ik, 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 heb, ik, ik ben verzoend met de gedachte van er komt een eind aan. Ja. Er komt een eind aan. Maar niet, en, en verzoend, ik ga maar niet verzoend met de gedachte dat het zinloos is. Jawel, daardoor. Ja, dit, dat vind ik natuurlijk. Maar dat, je kan er, het erger is: je kan er niemand verantwoordelijk voor stellen. Dat is een fout die dat is ergens. He, als ik zeg dat het een vergiftigd geschenk is, van wie. Er is niemand die het geschonken heeft. Dat, dat is een, een, ja, een fout een, uh, in de kosmos. We zouden dat aan Wim Keizer moeten vragen. He, uh, dus dat is een, 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 jammerlijke, een jammerlijk voorval. En merkwaardig is dat de mens uh, dat omdraait he, en zegt: van, wij zijn eigenlijk de heersers van het heelal. Als je daar twee seconden over nadenkt, dan begrijp je hoe bespottelijk die gedachte is. Maar betekent het dat, dat u na het krijgen van het inzicht, terugkijkend op uw leven, ook anders naar de kwaliteit van uw eigen leven bent gaan kijken? Uh, of naar de betekenis ervan? Uh, uh, nee. Uh, nee ik, uh, ik, uh, om, omdat ik voordien het inzicht niet had, heb ik geleefd zoals ik kon. Heb ik er het beste van gemaakt? En, en, en kinderen gekregen, en boeken geschreven. Ja, en Productief geweest. Precies, precies, precies. Dus. Je hebt uh, gedaan wat voor de hand lag. Ik heb gedaan wat voor de hand lag. Ja, ja, ja. Als ik dat inzicht vroeger uh, had gekregen, dan had ik misschien ook helemaal geen kinderen gehad. Dat, uh, dat kan best zijn. En het heeft niet alleen met inzicht te maken, want daar gaat het ook over. Het gaat over, over, de, over de, 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 de kracht. Uh, de niets de kracht van de liefde. Hè? Ik, je kan het ook de, 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 de voortplanting noemen, maar ik noem het nu maar even de liefde. Want wat het meisje probeert, uh, lukt niet eigenlijk. Hm? Niet te leven, dat lukt niet. Ja, ja. Dat gaat niet. Nou, dat is, uh, het is, het is, ja, zo is het, ja. Maar, uh, ja. Uh, het, 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 het is geen, hoe zal ik zeggen. Het is geen uh, vrolijk boek. Maar uh, als je het gelezen hebt en je hebt er wat over nagedacht, dan, dan ga je zien dat, uh, nou ja. Dat er met dat inzicht ook te leven valt. Als ik daar straks zei dat het gaat over het einde van de wereld, dan zeg ik wel bewust wereld en niet zozeer aarde. De wereld dat zijn de mensen, maar misschien laten we die aarde er ook maar bij nemen. Want het zou wel eens kunnen, en die tekenen worden in het boek zo ook aangeduid. En die speelt op een gegeven moment ook een grote rol, uh, dat de Aarde een planeet is die door haar samenstelling geschikt was om leven te creëren. Nu is het ook best mogelijk dat die Aarde ongeschikt wordt. Als men vroeger zei: van kijk, er moet water zijn op een planeet om leven te kunnen hebben. Men ontdekt nu water op Mars, maar er is geen leven. Dus er is meer nodig dan water. Dus er is een hele ja, chemische winkel die nodig is om leven te creëren. Maar als die chemische winkel verandert, dan zou het ook wel eens kunnen dat het leven gewoon in zijn geheel. Van die aardbol verdwijnt en dat die aarde een steriele klomp is die door de kosmos blijft dwalen zoals hij altijd gedaan heeft.